Op den 15 maart in den vroege morgen wordt de eerste vlag gehezen. De tentoonstelling Flora is na ruim anderhalf jaar ingespannen arbeid gereed. En 's morgens om 11 uur wordt de tentoonstelling na een rede van den heer Van Waveren, de voorzitter van het uitvoerend comité, door zijn excellentie minister Steenbergen officieel voor geopend verklaard. De autoriteiten en genodigden maken onder leiding van het tentoonstellingscomité een rondgang over het terrein. En om 12 uur wordt de tentoonstelling voor het eerst voor het publiek opengesteld. Reeds ten eerste dag komen duizenden de tentoonstelling bezoeken. En in het hoofdgebouw heerst een gezellige drukte. Honderden Heemsteedse schoolkinderen komen kijken naar de bouwgewassen door hen zelf in bloei getrokken en op de tentoonstelling ingezonden. Flora 1 werd begunstigd door goed weer en tienduizenden uit alle delen van het land kwamen de tentoonstelling bezoeken. Na 10 dagen wordt in het hoofdgebouw Flora 2 ingericht. De expositie van de Aalsmeerse bloemen en planten. Seringen, rozen, hortensia's en cyclamen. Na een inleidend woord van den heer J. van der Meer, voorzitter van de Aalsmeerse Tuinbouwbond, opent de commissaris der Koningin voor Noord-Holland, jonkheer meester Dr. A. Roel, officieel deze tweede tentoonstelling. Nog een officieel bezoek. Monseigneur Angadent, bisschop van Haarlem, bezoekt de tentoonstelling. Ook Flora 2 kenmerkte zich, hoewel het weer minder gunstig was, door druk bezoek. En op 2 april was het een grote dag. Hare Majesteit de Koningin, vergezeld door prinses Juliana, brengt een bezoek aan Flora. De hoge bezoekers worden door het tentoonstellingscomité over het terrein rondgeleid en zij bezichtigen ook het hoofdgebouw.
Haar majesteit betuigde haar tevredenheid over Flora en complimenteert ook den architect Brandt over zijn werk. Er was die dag, niettegenstaande het slechte weer, op het terrein een grote drukte. Vele buitenlanders maakten gebruik van de gelegenheid Hollands bloemenpracht te zien. En zo werd de tentoonstelling bezocht door La Argentina, de bekende Spaanse danseres. Er werd een nieuwe anjersoort naar haar genoemd. En men biedt haar een boeket van deze prachtige bloemen aan. En zo merkten wij ook op de tentoonstelling op Sonja Heni, de bekende kampioene kunstrijden. Ten slotte een bezoek van Miss Europa in 1934. Liep alles op het terrein uit om de vrouw die tot de schoonste van Europa werd uitgeroepen te aanschouwen.